In de eerste aflevering van de Bredase Wereldkeuken hadden we twee Somalische dames te gast. En we hebben een Somalisch gerecht toen gegeten. Dit is de tweede aflevering van de Bredase Wereldkeuken. Ja, en dan natuurlijk een heel ander gerecht en hele andere gasten die we vandaag gaan ontvangen hier bij Breda Nu. We zitten weer in ons. We zitten nu in het atelier van ons in Geren-Zuid. Nou, kleding die ze hier verkopen, wordt hier ook kleding vermaakt en gemaakt. Bruidskleding onder andere. Nou, een heleboel. Dus ik zou zeggen, kom hier ook eens een keertje gewoon kijken, want je kunt hier gewoon binnenlopen. En vandaag mijn gast, die ga ik eventjes verwelkomen. Ik zie ze daar al aankomen. Hallo, Ad Romein. Rosien. Rosien, jij bent van de Nederlandse Antillen. Ja, ik kom uit Curaçao. En je hebt ook een aantal, je hebt twee dames meegebracht die gaan koken. Ik heb twee dames meegenomen, eentje is uit de Antillen en een vriendin die komt uit Zuid-Amerika, Republica Dominicana. Dus in een andere opname gaat zij dan koken. Alleen ik heb haar nou meegebracht dat zij proeft het smaak dat ze andere keer meedoen. Ah ja, zij is van de Dominicaanse Republiek dus. Ja, Zuid-Amerikaan. Ja. En ben je al lang in Nederland? Ik woon, lang, wat is lang? Ik woon vanaf 84 in Nederland. Oké. Okay. Ik heb eerst in Den Haag gewoond en daarna ben ik verhuisd wegen het liefde. Ah. Ben ik verhuisd naar Breda, maar ik was gelijk verliefd op Breda. Ja, leuk. Ik zou nooit meer in de Randstad willen wonen. Ja. Was ze zo leuk dan aan Breda? Breda is die mens heel gastvrij. Ja. Toen ik in de Randstad woonde, je loopt op straat, mensen zien jou, niemand zegt iets tegen jou. En toen ik in Breda kwam wonen, moest ik even wennen. Ja. Want ze zeggen altijd, het is wel wat koeler, wat afstandelijker in de Randstad. Ja, hier in Breda, in het begin dacht ik, waarom groeten die mensen mij? Ik ken ze niet eens. Ja. Dan kom je bij de bushalte, heb je een praatje. En voordat je die in de gaten hebt, heb je een hele sociale kring om jou heen. En dat is wat Breda maakt. Het is heel gastvrij. Ik vind dat leuk om te horen. En wij worden hier heel gastvrij ontvangen bij ons. En we gaan naar de keuken. Is goed. Goed zo. Ik ben zelf ook werkzaamheden bij ons. Oh ja, nou daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben. Maar de dames hebben ook nog een naam. Dit is Lady Donna, toch hè? Ja. Lady Donna, ja. Klopt. Waarom Lady Donna? Wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, is het toch mevrouw. Oh ja, of lady. Of lady. Oh dus, ja. Nou, ik ga niet naar jouw leeftijd vragen. Ja. Nou, dat is in ieder geval nog geen lady dus, hè? Zij is nog geen lady. Nee, zij is nog geen... dat is Rina. Ja. Spaanstalig, hè, toch? Ja, Spaanstalig. Oké. Okay. Ja. Que tal? Muy bien? Ah, muy bien, oké. Okay. Ja. Van de Dominicaanse Republiek, hè? Want dat hebben we net gehoord. Met jullie op zich ook heel lang gewoond op Curaçao, hè? Toch, Rina? Rina heeft lang gewoond op Curaçao. Curaçao. En ze is vanaf haar... ¿Cuántos años? 20 jaar. Con 20 años. Met... 20 jaar, hè? 20 jaar. 20 jaar op Curaçao gewoon. Met haar 20ste is op Curaçao gekomen. Ja, ja. Dus ongeveer 20, 25 jaar. Dames, wat gaan wij eten? Wel, vandaag, dat moet u aan Rosien vragen. Oh, Rosien, nou, wat gaan we eten? Vandaag gaan we echt een Curaçaose, echt een culturele Curaçaose gerecht. Ja. Ik ga zo direct die maïsmeel maken. Ja. Donna en Rina die hebben vis gebakken en bakbanaan. Mm-hmm. Donna heeft de jus gemaakt. En ik begrijp van Donna dat Ad gaat zo de avocado snijden. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Avocado krijg je altijd bij ons in de keuken. Ja. Iedere gerecht die we maken, leggen we avocado bij. Ja. Het geeft de eten een lekkere smaak. Ja, ja. Nou, dan gaan we kunnen we dat hier doen? Want dan is het ook nog een beetje te zien voor...
onze cameramensen. Zo, ja. Ik zal jawel. Nee, beetje. Hij moet het doen. Ja, maar okay. Ik Dana, die ga jou uitleg geven. Nee. Zo, wat dan? Snij je net als je een moet die balletje in je hand. Oh, dat kan ik helemaal niet goed. Je moet de balletje in je hand houden. Ja. Oh, ik ben heel onhandig hoor. En dan hier bij het begin. Je moet het snijden net als een peer of een appel. Juist. Heel voorzichtig, want dit mes is ontzettend scherp. Oh. Helemaal in het rond. Hebben we een goede vrijwilligersverzekering bij Breda Nuzie wel? Hij ging al bijna. Hoppakee. Dat ding moet eruit. Dat moet eruit. En hoe krijg je die eruit? Niet zo? Toch? Nee? Ik doe het altijd zo. En dan ga ik een beetje draaien. Ja. Oh, dan valt hij vanzelf uit. Dan komt hij vanzelf uit. Ja. Zo. En daarna moeten wij het een stukje snijden. Ja. Dus een vier en die komt straks op de bord. Oh ja, dat komt straks op het bord. Ja. Nee. Oh zo. Oh, ja? Ja, oké. Eén. God, wat ben je krenterig. Ja, een Hollander, hè? Ja. Hollanders zijn wij. Maar in Curaçao, die zijn wat. Nee, we gaan lekker zo. Kijk, zo, kijk. Zie je wel? Dat is op zijn Antilliaans. Ja, dat is op zijn Antilliaans. Daar heb je tenminste wat. Weet je, wat ik nou eigenlijk nooit snap is van... Nou is het zo prachtig bij jullie, hè? Op de Antillen, op Curaçao. En een heerlijke klimaat, lijkt me. Ja. En dan kom je hier naar Nederland toe en denk van, ja, nou god. Ik kom naar mijn erfenis toe. Oh, je komt naar je erfenis dat toe. Dat is mijn erfenis. Nederland is mijn erfenis. Ja. Maar vertel eens, waarom ben je naar Nederland gekomen dan? Waarom? Ik zal even doorgaan, want... Waarom ik naar Nederland ben gekomen? Ja. In de eerste instantie was het omdat ik de hele tijd op Curaçao ziek werd. Mm-hmm. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ja. Dus toen kwam een nicht van mij, vaderskant, die zei tegen me, het klimaat hier is goed. Ja. Dus toen ben ik hier naartoe gekomen en de eerste 5 jaar, ik heb feest gevierd. Ik heb lekker in alle discotheeks. En daarna werd het weer. Werd geacclimatiseerd. Ja, en ja, nu moet ja. ik al die poefjes en toestanden gebruiken. Dus. Ja, 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 ja. Maar het is best mee te leven. Ja, ja. En waarom ben jij in Nederland gekomen? Ik heb een ander verhaal. Ja. Ik werk in Curaçao in mm-hmm. het tehuis. Stichting Kinderoord op Brakkeput. Met kinderen met sociale problemen. Ja. En ik was heel dicht met een zus van mij, Mayra, mijn zus. We waren heel close. En mijn zus was naar Nederland bij mijn andere zus. En op bepaalde momenten, we missen elkaar. En toen zei ze tegen mij, Roos, waarom kom je niet naar Nederland? Dan kun je hier verder met de studio. Ja, ja. Toen heb ik ontslag genomen naar Curaçao. En toen ben ik in Nederland gekomen. Ja. Bij mijn zus. Okay. Maar inmiddels zit mijn zus in Den Haag. En ik woon heerlijk in Breda. En waarom is Rina naar Nederland gekomen, naar Breda? Ik zal het voor haar vertalen. Ja, ja. Él está hablando porque tú vienes aquí en Holanda. En Holanda vivir. Tú vienes para tus hijos, ¿por qué? ¿No? Ya. ¿Por qué? Voy a contar. Ya. Rina es naar Nederland gekomen omdat haar man is hier naartoe gekomen met haar 2 kinderen. Ja. Inmiddels is ze massaal gescheiden. En om dichter bij haar 2 kinderen te zijn, is ze hier naar Nederland gekomen. Hm. Is dat diciendo bien? Oké, ja. Dan zien jullie er zo heerlijk Antilliaans uit, hè, op zijn Curaçao's. We zouden eigenlijk een soort muziekje eronder moeten hebben, hè? Eigenlijk wel. Ja? Zullen we dat eventjes aanzetten? Ja, maar die heb ik niet bij. Ja, volgens mij als ik met mijn vingers knip, dan... Nou, dat horen we al. Ja, dat gaat zo makkelijk op televisie, dat is allemaal zo geregeld. Je was even hiermee bezig, ja, meneertje. Ja, had ik het goed gedaan? Ja, je had het helemaal goed gesneden. Het ziet er prachtig uit. Maar je moet nog het uit de schil halen. Uit de schil halen, ja. Oh. Dus dan moet je het met een mes zo doen. Zo. Oh ja, zo eventjes een beetje los snijden. Zo, ja, zo een beetje los.
dan komt dat daar... Dan komt het netjes op de bord. Nou, zal ik er ook nog eentje doen? Ja, prima. Ja. Oh. Oh, sorry. Niemand gezien. Ja, zie je. Mag niet, hè? Dat mag eigenlijk. Het is een lekkere groente. Ja. En wat gooi jij daar nu in? Maismeel. Ja. Maismeel kun je vergelijken met polenta. Mm-hmm. Maismeel wordt ook bij vis vaak klaargemaakt. Ja. Kijk uit, want die spat er een beetje. Vind je het goed als wij alvast naar de tafel gaan? Dan kunnen jullie wel eventjes verder met z'n tweetjes. Oh, hè? Prima. Voor, ja? Ja, prima. Ja? Ze hebben kalebas gebruiken als bord om te eten. Het stukje van de kalebas was een lepel. En zo zijn ze alle attributen in de natuur gehaald. En hebben ze gebruik in de keuken. Ja, wat is er mooier dan natuurlijke producten gebruiken natuurlijk. Hè? En het is prachtig, want die palifoontje, die heeft iets. Ja, ja. Maar die wordt ook vroeger gebruikt als je stout bent om een paar tikken te krijgen. Ja, dat kan ik me voorstellen, van even een paar tikken op de billen. Nou, hier kon ik me dan nog wel iets bij voorstellen. Hier kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Deze? Deze noemen wij een palilelie. Een palilelie. Die plant, die boom, die wordt een grote boom en die takken groeien zo aan. Ja. In Antillen eten wij ook kaktussoep. Mm-hmm. Maar kaktussoep, als je die kloppen, dan heb je een klonten snuit. Is echt heel slijmerig. Ja. En die moet je oplossen in die water. Nou, dan krijg je weer, vroeger kennen mensen geen gaar. Tegenwoordig hebben we een gaar. Of we hebben een speciale machine die we dingen mee gebruiken in de keuken. Maar die mensen zagen aan die boom dat die ook takken hebben. En je hebt het met twee tot drie. Je hebt ook met eentje dat er drie hoeken hebben, die tak. En wat hebben ze gedaan? Die stoppen ze in de pan. Ja. En die hebben ze gebruiken als een gaar. Dus dan los je de eten op. Ja, ja. Nou, als je bonen maakt, je maakt bruine bonen. Dat doe je ook met die lille. Ja. En dan los je het eten op. Ja, ja. En dat was ook iets dat tijdens de slaven hebben ze gemaakt. Mm-hmm. En die hebben wij nog steeds in Antillen in gebruik. Ja. Volgens mij, Rosine, ben jij echt van de tradities en de folklore? Ik hou me heel bezig met het cultuur van Curaçao. Ja. Hier in Breda doe ik vaak. Ja. Word ik gevraagd door ex-collega van Surplus. Om ook op de basisscholen met kinderen te praten over de cultuur. En dat vind ik heerlijk om te doen. Wat is dan zo het verhaal wat je vertelt? Nou, vaak vertel ik de kinderen ook over de scholen in Curaçao. Want veel kinderen hebben niet het idee hoe onze kinderen gaan naar school. En dan laat ik hun zien dat hetzelfde rooster dat ze hebben in Nederland, hebben wij onze kinderen ook in Curaçao. Mm-hmm. Dezelfde periode hebben ze vakantie. Ja. Die boeken in Nederland komen ook naar Curaçao. Maar inmiddels heb je in Curaçao wel scholen die helemaal papiamens is. En die kinderen krijgen dan Nederlands als bijvak. Maar je hebt in Curaçao heb je verschillende scholen. Je hebt privéschool. Je hebt Engelse school, zoals hier ook. Mis je Curaçao? Er zijn momenten dat ik Curaçao mis. Ja. Maar ik heb hier mijn draai gevonden. Ja, ja, ja. Kijk, het is nu zomer, maar we hebben ook de winters hè, in Nederland. Nou, ik moet zeggen, de wintermaanden vind ik lekker. Of vind je het lekker? Vind ik lekker, de wintermaanden. Oh. Want in de zomermaanden dan kan ik niet zo goed tegen het weer. Vooral deze periode, het is warm, iedereen vindt het lekker. Ja. Maar de lucht is vocht en die vochtgehalte kan ik niet zo goed tegen. Okay. Maar in de winter vind ik heerlijk. Oh, je vindt het juist lekker in de winter. Oh. En het mooie van Nederland vind ik, in Curaçao leer je op school over al die seizoen. Ja, ja, ja. Dat je lente, winter en herfst krijgt. Je leert over, maar je beleeft ze niet in Curaçao. Ik vind dat zelf ook heel erg fijn hoor, de seizoenen. Gewoon dat het weer lente wordt. Ik vind de winter altijd wel heel erg lang duren, maar ik ben ook altijd weer... Ja, dan denk je, er komt de lente en de zomer en de herfst heeft ook altijd wel wat en de winter ook wel. Al die perioden hebben ze nostalgie bij. Ja. Want met de lente, dan zie je echt
dat die bomen beginnen te ontwikkelen. Het is net als een nieuwe leven beginnen. Ja, inmiddels is het hoogzomer, maar goed, vooruit maakt niet zo. En die bomen gaan ontwikkelen, die beginnen de bladeren te krijgen in de herfst. Ja. Ik weet dat, ik vergeet nooit meer, de eerste keer dat ik winter meegemaakt in Nederland, ik zeg tegen mijn zus, de zon schijnt, dat kan toch niet? Nee, jij dacht dat er dan ook helemaal geen zon was. Dus je hebt een idee dat in Nederland in de winter is er geen zon. Nee. Ik vond het wel leuk, even in het gesprekje toen we nog in het atelier stonden, toen zei je van God, ik vind Breda echt een hele gasvrije stad. Ik heb in Den Haag gewoond en daar was het allemaal wat koeler en wat afstandelijker. Dat is dan wel het verschil. Is er in de loop der jaren ook wat veranderd in Breda? Zijn wij ook in Breda anders geworden de afgelopen jaren? Nou, anders is een grote woord. Je moet kijken, in Breda afgelopen jaren zijn veel andere mensen bijgekomen. Mm-hmm. We hebben nou de nieuwe komeling. Ja. Dus die mensen brengen ook een stukje cultuur bij. En daar moeten wij ook aan wennen. En voor die mensen is ook wennen aan ons weer. Dus Breda is wel in één zijde veranderd, wat cultuur, verschillende cultuur bij elkaar. Maar de warmte en die gasvrij is gebleven. Ja. Want in Breda, als je ergens in de winkel komt of je loopt op straat, je staat bij de bushalte. Mensen schroeten jou. Ja. Ik weet zeker, als je struikt op de grond, iemand geeft jou een hand. Ik heb het ervaren, meegehad. Dat was in de zomer. Ik ben bij de Vlaszak. Ben ik gevallen op de grond. Ja. En voordat ik omdraaide, lagen twee jonge meisjes naast mij. Maar op een bepaald moment, iedere persoon die op de parkeerplaats komt, die komt vragen of je hulp nodig hebt. Heel vriendelijk. En ik weet nog, ik doe mijn ogen, want ik ben even bewusteloos geweest. En ik doe mijn ogen open. En eerst wat ik dacht, mijn tas. En die meisje zegt, mevrouw, geen zorg, ik heb uw tas. Dat vind ik een mooi verhaal. Dat is heel mooi om het mee te maken. Ja, ja. Hoe zou het met Lady Donna en Rina zijn? Zouden ze al een beetje klaar zijn in de keuken? Ik denk van wel dat Lady Dina, Lady Donna en Rina klaar Lady is Dina in de keuken. Maakte jij ervan. Ja, Lady Donna, Princess of People. Oh ja. Nou, dan mogen ze het wel een beetje opkomen. Donna heeft ook haar eigen stichting, waar ze heel veel actief is. Ja. Ook met een stukje cultuur. Donna is heel creatief, die maakt van alles. Mm-hmm. Die maakt hun eigen creatief kleding en noem maar op. En, even kijken, dus dat is de... Dit is de gebakken vis. Ja, de vis. En, dat is bakbanaan. Gebakken banaan, ja. Dat ontbreekt ook nooit in de Antilliaanse keten. Nee, dat hoort erbij. Hè? Dat hoort erbij. Eens kijken wat we dan nog meer krijgen. Je hebt nog, want je hebt hier nog wat meegebracht. Dat is het. Dat is de wapen van Curaçao. Wapen van Curaçao. Ja, ik had ook een vlag. Ja. Op het is die avocado netjes gesneden, zeg. Ja, persoonlijk. Wat goed gedaan. Deze vogel vind ik altijd prettig in Curaçao. Ja. Ik had nog eentje, maar die had ik vergeten meenemen. Is de troepiaal. Maar dit is een kolibri. Een kolibri. Ja. Oké. Okay. Dat is een prachtige vogel bij ons. Even kijken, oh ja, dat zijn Donna komt zo als gast bij ons aan tafel. Oh ja, ik vind het allemaal goed hoor. Zo. En de saus? Mijn speciale saus. Jouw speciale saus. Ja. Oh, dat ruikt heerlijk. Alle kruiden erbij. Ja. Even kijken, hoe moeten we dat moeten we dat zo worden? Hier heb je de grote taart. Oh, de grote taart. Oh, wat een grote taart. Dit is de punchi. De punchi. Dat is, je moet een mes brengen voor die punchi. Dat is maismeel. Oh, maismeel. Ja. Waar moet ik zitten? Ja. Pak een stoel. En dan kom je naast mij. Komt er allemaal bij zitten. Rina komt er ook even. Rina, kom maar. Ja. We schuiven allemaal wel een beetje op, hoor. Pak een bord voor Rina. We zijn er gastvrij, hoorde ik in Breda. Dus dat, dan horen jullie er zeer zeker ook bij. Dat is onze funchi. Dit is de gebakken vis. Ja, ik pak eens even een stukje gebakken vis dan. Hè, zo, Rina, dan een beetje... Donna geeft me die mais. En dan ik kan niet opstaan. De banaan. Ik heb toch de mes gebracht? Ja, de grote mes. Oh, de grote mes. Nee, de grote mes is er niet.
Nou, ik gebruik deze. Het is trouwens het grote mes natuurlijk. Maar... het ziet er net uit als een taart, hè, maar... Het lijkt op een taart. Het lijkt op een taart. Zo. Mag ik jouw bord, Nana? Alsjeblieft. Rina, kom hier naast mij zitten. Ja, Rina. Ja. Dan zit je niet met de rug. Kom hier naast mij zitten. Sorry. Zo, zo. Rina, kom hier, por acá, por acá. Ja, makkelijk ze daar zitten. Okay. Oh. Mm. Ik vind dit zo lekker. Mijn moeder maakt het ook thuis met suiker. Oké, dit is zonder suiker. Mijn moeder maakt die maismeel. Als mijn moeder iets kookt dat ik niet lekker vind, dan maakt ze die maismeel voor mij met suiker. En dat vind ik heerlijk om te eten. Moet wel saus bij, Ad. Mm-hmm. Oh, ja. En bakbanaan en avocado. Ja, oh ja. Ja, die goed gesneden avocado's, hè? Yep. Zo. Die avocado gebruiken we soms met zout. Een beetje zout. Oh, een beetje zout erbij, ja. Nou, het ziet er heel feestelijk en zomers uit. Het is ook een zomergerecht, hè? Neem ik aan. Nee? Die eten we hele jaar door. Ja, maar het is bij jullie altijd zomer. Toch? In Curaçao eten wij zuurkool en donna, wij eten bruine bonen, wij eten alle Hollandse gerechten het hele jaar door. Oh, dat wist ik helemaal niet. Wat maar je eet wat je lust eigenlijk. Ja. Gezien. Je eet wat de pot schaft. Ja, precies. Hoe heb je die uitdrukking ook in het... Hoe zeg je dat in Curaçao? Dat kom je lokaal ook weer te doen. Bota come lo qualco veia te doen. Oké. Ik weet dat vroeger, als kleinkind... Je eet wat op pot haalt. Ja. Als kleinkind vraag ik mijn moeder altijd, ma, wat eten we vandaag? En voor de gein zegt ze, we eten tong. Oh, ja. Dus met andere woorden, eet je tong maar op. Oh, zo ja. Zeg, dames, ik moet het wel een beetje af gaan sluiten. Ja. Hey, we gaan lekker eventjes verder eten, maar ik moet voor de uitzending af gaan sluiten. Ja, bedankt voor het kijken weer. U ziet het, is een heel smakelijk gerecht wat we vandaag hebben uit de Antilliaanse keuken. We zijn er over een week, twee weken zijn we er weer met nieuwe gasten, met een nieuwe Bredase wereldkeuken. En ik hoop dat u dan weer kijkt hier bij Breda Nu. Bedankt dat jullie...